Hoi allemaal, welkom bij deze live-uitzending weer. Ik ben heel ietsjes later, want mijn iPad wil even niet meewerken, dus ik moest even de boel weer opnieuw installeren. Gezellig dat jullie erbij zijn. Ik ben nu ook even via de iPad van mama, dus mocht ik eventueel wat gaan reageren, dan is het niet via mijn eigen naam, maar dan is het via mama's iPad. Nou, ik zie daar wel een gezellig groepje mensen binnenstromen in deze live-uitzending. Gezellig. Ik heb deze keer niet helemaal wat voorbereid. Het lukte me gewoon allemaal niet. En ik zie wel gewoon deze live-uitzending hoe alles gaat verlopen. Ik heb gewoon een aantal spulletjes bij elkaar gezocht. En daar ga ik zo meteen mee aan de slag. Als allereerste wil ik jullie even wat laten zien uit de nieuwe lijn van Studio Light. Dit is de nieuwe industriaal 2.0 lijn van Studio Light. Er is al eerder een mannenlijn geweest en er is nu gewoon een nieuwe van uitgekomen. Dus vandaar 2.0. Deze kaart had ik al helemaal klaar. En hierbij heb ik dus ook met die mooie frantage gewerkt. Met de nieuwe malletjes van Studio Light. De velletjes. Ja, en deze lijn is gewoon echt super gaaf voor stoere mannenkaarten. Bij deze lijn zitten weer twee paperpadjes. En die zijn op het formaat van 15 bij 15 centimeter. Die paperpads die zijn dus gevuld met allemaal mooie designpapiertjes. Deze keer ook wat mooie gele kleurtjes erbij. Het hoeft niet altijd donker en somber voor mannen te zijn. Ook dat gele is wel hartstikke leuk. Dan het tweede paperpadje. Ook dat gele erbij, een beetje groen erbij. Ook toch wel wat donkerdere tinten. En op deze manier kunnen jullie ook even zien wat er allemaal in zo'n paperpad in zit. Dit zijn een paar losse stukjes, houtstructuur erbij. Dus het zijn echt hele gave boekjes. Dan hebben we daarbij ook nog een paar scrapvellen. En dat zijn in principe dezelfde designs als wat ook in de paperpadjes verkrijgbaar zijn. Ja, je hebt gewoon af en toe heb je van die malletjes, daarbij passen die kleine paperpads niet. Dan heb je gewoon ruimte tekort of papier tekort. En dan zijn deze gewoon ideaal. Ik ga ondertussen denk ik even snel overschakelen naar mijn eigen iPad. Want die doet het inmiddels als het goed is weer. Dan kan mama, als ze wil, nog meekijken. Even snel de uitzending opzoeken. Ja. Dan kunnen we weer ruilen. Dankjewel. Zo. En dan gaan we weer verder. Ik zie dat Margrethe Verbeke vraagt of er nog iets gaat gebeuren. Nou, ik ben ondertussen al druk bezig. Dus mocht je niet wat zien bij de live uitzending, ga dan even je Facebook opnieuw opstarten. Dan, als het goed is, moet je mij wel in beeld zien. Of mijzelf niet, maar de spulletjes, zeg maar. Bij die industriaal lijn zijn ook nog weer hele mooie stansvellen. Ik heb al een paar plaatjes uitgedrukt, maar dan hebben jullie wel een beetje een beeld van wat er allemaal bij zit. Dit is dus zo'n vel met attributen ter decoratie. Deze met wat mooie vierkante plaatjes. Eén met zeshoekige plaatjes. Nog één met labels erbij. Nog één met vierkante plaatjes. En die zijn gewoon echt super gaaf. Ik hoop dat jullie dit ook goed kunnen zien, ondanks de folie wat er nog omheen zit. Dat het niet te veel glinstert. Volgens mij gaat het wel goed. En dan zijn er ook nog wat A4 designvellen. Er zit er nog eentje meer bij. Dat was een gelige, maar die heb ik al gebruikt. Dus die kan ik niet meer laten zien. Dus dit is qua papier, zeg maar. Dat ga ik eventjes opruimen.
Dan zijn er nog wat stempels in deze lijn. Een super gave motor. Een trein. Dan deze randen, die vind ik echt wel super gaaf. Ik heb er helaas nog geen tijd gehad om wat mee te doen, maar die gaan jullie zeker nog voorbij zien komen. Deze buttons erbij. En dan nog twee grote achtergrondstempels. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Als laatste dan nog een serie stansmallen. Dit is bijvoorbeeld een... die kan je aan de kaart laten zitten. En het losse framepje erbij uitstansen. Die kan ik jullie laten zien, want die heb ik uitgestanst. Maar dan moet ik hem er even bij zoeken. Als ik hem tenminste weer kan vinden, ja. Dat is deze. Kijk, die is wel echt super gaaf. Ik hoop dat jullie hem zo kunnen zien. Dus dat is deze mal. Dan is er een mal voor achtergrondjes. Dan stans je dus in principe dit uit. En dat kun je weer verwerken op je kaart. Dan hebben we nog een serie met bouten, schroeven. Die zijn echt super leuk. Die kan je eigenlijk overal wel als kleine decoratie bijplakken. Want bij mannenkaarten is het vaak zo lastig van wat moet je erbij doen. Maar zoiets ter opvulling is hartstikke leuk. Dan hebben we nog een paar van die leuke lampen. Die grote heb ik ook nog. Dus dan kunnen jullie ook even zien hoe ze eigenlijk uitgestanst eruit komen te zien. Dan nog wat pijlen. Dit is bijvoorbeeld deze pijl. Dan hebben we een hele leuke, die heb ik al voorzien van Frantage. Het leuke van deze is dat je deze mal, die heeft het buitenste framepje en het binnenste. Die kan je op twee manieren gaan gebruiken. Je kan deze namelijk tegelijk door je stansmachine doen. Dan plak je ze even samen vast en dan stans je dus dit zo uit. Maar ga je alleen deze uitstansen, dan kan je dus een gat in je kaart hiermee stansen. Dus ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik denk het haast wel. Dat is die. Ja, voor steampunkkaart is dit zeker ook hartstikke leuk. Even kijken, dan hebben we nog een achtergrond. Dat is deze. Die is ook heel erg mooi. En dan hebben we nog wat kaartmodellen. Dit is het kaartmodel wat ik net ook liet zien. Dus dat is deze. En een schild. Die lampen zijn takels, Janine. Nou, dit is geen takel hoor. Dit is wel echt een lamp. Dat wat erbij hangt, dat is een takel, zeg maar, deze. Maar wat hierbij aanhangt, dat is gewoon echt wel een lamp. Even kijken, dit is dus dat schild. En dan heb ik eigenlijk alles laten zien wat in deze lijn te verkrijgen is. Het leuke bij deze malletjes is om te gaan werken met Frantage. Frantage is een dikke embossingpoeder wat een heel leuk effect geeft. Dit ligt echt wat dikker op je malletjes. En ik heb er een aantal voorbewerkt om even te laten zien. Kijk, want als je bijvoorbeeld deze ook ziet, ik weet niet of ik het in beeld kan laten krijgen, maar er zit echt een dikker laagje overheen. Wacht even totdat mijn camera een beetje scherp stelt. Maar volgens mij kunnen jullie het wel aardig goed zien. Die Frantage, dat zit in zulke potjes. Frantage van Stampendoes. Dat is in verschillende kleurtjes verkrijgbaar. Ik heb hier bijvoorbeeld wat kleurtjes wat heel erg geschikt zijn voor deze industriële lijn. Dat is bijvoorbeeld de Scarlet. Dat is een rode. Daar heb ik deze mee gemaakt. Dat is echt een superleuk kleurtje.
Dan heb je, deze hoort er trouwens ook nog bij met de Scarlet. Dan hebben we de Hunter. Daar heb ik deze meegemaakt. Ja, ik laat zo ook even zien hoe dit werkt met die frantage. Dan heb je de Taupe. Daar heb ik deze meegemaakt. Die is ook ietsjes donkerder qua kleur, zeg maar. En dan heb je nog de Zilver. Die geeft echt helemaal een zilverlaagje. Dat is deze. En dan heb ik nog de Marine. En de Marine, dat is deze. Dus dit is wel echt superleuk spul. En ik zal even laten zien hoe dat werkt. Maar daarvoor pak ik even mijn kaartje erbij wat ik vanavond wilde gaan maken. En dan gaan we gewoon ter plekke de kaart nu even opbouwen. Ik heb wel het een en ander al een beetje bij elkaar gezocht, want anders dan zou het mij niet lukken vanavond. Dus ik heb al een beetje de indeling gedaan hoe ik hem graag wilde. Maar het kan best zijn dat ik straks nog helemaal weer af ga wijken van mijn plan. De tijd zal het leren, zullen we maar zeggen. Ik ga beginnen met de onderste laag, de kaart. En dan wil ik deze gears wil ik gaan voorzien van de frantage. Wat ik dan doe is een beetje Versamark pakken. Even kijken. Dat kan je met een dabbetje opbrengen of je kan het rechtstreeks op de kaart doen. Nu zoek ik even een dabbetje, maar die kan ik niet zo snel vinden. Ja, ik kan in de doos zitten. We gaan even snel een dabbetje erbij pakken. Dat werkt net iets makkelijker. En met dat dabbetje pak ik wat inkt op van die Versamark pad en ik doop er overheen. Wat je eventueel nog kan doen is je kaart even hier opleggen. Dat kan ook nog. Maar het nadeel daarvan is dat je dan ook wat van die Versamark ook aan de zijkant van je kaart krijgt. En dan blijft daar ook de frantage op hangen. Normaal gesproken, als jij de frantage losjes over de kaart heen wil doen, dan adviseren wij geen gebruik van de Versamark. Maar wil je dus wat meer frantage op je kaart hebben, dan is een plaklaagje wel handig. Versamark is eigenlijk gewoon een plaklaagje voor de embossingpoeder. Dan had ik een leeg papiertje gepakt. Die vouw ik even dubbel, dan kan ik zo mijn embossingpoeder wat makkelijker weer terug doen. Even kijken welke kleur we hierbij gaan doen. Ik denk dat ik de Hunter bij deze kaart wel leuk ga vinden. En ik zal het ook proberen eventjes iets in beeld te krijgen, dat jullie kunnen zien van wat voor spullen er allemaal in het potje zitten. Dat je kan zien dat er echt verschillende soorten korrels in zitten. Die strooi je hier weer overheen. En het hoeft niet heel egaal. Want ik wil die zijkanten niet helemaal egaal hebben. Dit tik ik er eventjes af. En dat dikkere spul, dat gooi ik er nog weer losjes iets overheen. Het hoeft ook niet meteen de eerste laag helemaal goed te zijn, maar je kan deze wel laagje over laagje laten versmelten. Wat je bij de frantage altijd doet, is van onderaf verhitten. Dus ik ga even wat kabaal maken met mijn föhn. Of het met lijm kan, dat weet ik eigenlijk niet. Ik gebruik zelf eigenlijk altijd Versamark, is gewoon makkelijker. Dit laat je vanaf de onderkant verhitten en dan versmelt er dat overheen. Ga je dit nou vanaf de bovenkant doen, dan blaast alles weg. En dat is gewoon zonde. Dus deze echt vanaf de onderkant verhitten.
Nee, ik denk ook niet dat dat met lijm kan. Lijkt mij ook niet, niet heel erg handig. Waar je wel mee op moet passen is dat er niet te veel korrels in je föhn gaan vallen. Dus niet een te dikke laag plantage er in één keer op doen. Je kan ook meerdere laagjes over elkaar heen doen. Want die poeder die versmelt gewoon weer opnieuw. Ik zal straks even laten zien dat als ik een nieuw laagje eroverheen doe, hoe dat in zijn werk gaat. Kijk, nu kun je zien hoe mooi dit er weer overheen ligt. En je hebt hier dus verschillende tinten in zitten. Je hebt dus dat beetje dat ja, goud met zilver. Er zitten wat zwarte stipjes tussen. En dat mooie groene zit er nog bij. En dan kan je gewoon nog weer ietsjes eroverheen doen. Je kan het er ook weer overheen strooien natuurlijk. Maar net wat je zelf makkelijker vindt. Een klein beetje nog erbij. En op deze manier krijg je echt helemaal zo'n mooie gave giersrand. Waar je wel even mee op moet passen is dat als je dit nou aan de kanten legt, doordat dit iets dikker is, duurt het iets langer voordat het helemaal droog is. Dus pak het niet gelijk met je handen aan, want dan krijg je je eigen afdruk erin te staan. Kijk, ik kan het hier op het papiertje denk ik nog wel makkelijker laten zien dat je kan zien van wat voor materiaal er allemaal in zit. Dus dit is echt dikker dan gewone embossingpoeder. Je kan hier ook absoluut geen teksten mee embossen. Even kijken. Deze hebben we gedaan. Nu ga ik als eerste mijn randjes eventjes met de peperdistressen bewerken en even voorzien van een zwart randje. En dat doe ik met de distressoxide en daar gebruik ik de zwarte voor. Ik doe dat altijd met de peperdistressen. De mensen die mijn live filmpjes kennen, die weten dat ondertussen al wel. Geen kaart zonder peperdistresser. Hierbij gebruik ik een klein dabbetje van Joycrafts. Die zijn nieuw en die zijn wel echt super handig, die kleine dabbetjes. En dit doe ik gewoon echt heel snel, vluchtig langs de kaart heen. Niet over nadenken, gewoon doen. Ook hier pak ik de zijkantjes nog een beetje mee, zodat het wel één geheel blijft. Daarop had ik een zwarte kaart gepakt. Dit stanswerk heb ik alvast even allemaal gedaan, want anders dan zijn we vanavond wel heel erg lang mee bezig. Nee, dit is niet de derde serie. Die oxide zat geloof ik in de tweede serie van de Distress. Even kijken, de kleur frontage wat ik nu heb gebruikt is Hunter. En dat is een hele mooie groene kleur. Ja, ze zijn echt fijne deze kleine blending tools. Ik zie dat Samantha ze ook heel erg fijn vindt. Even kijken, deze moet je eventjes draaien totdat je hem op exact de goede plek hebt. Want de ene hoek komt net niet helemaal uit als je hem aan de verkeerde, ja, hoe moet ik het zeggen? Hij is net niet helemaal symmetrisch. Dus wel eventjes goed opletten dat je hem op de goede opplakt, zodat je echt alles netjes recht krijgt. Ik ben wat dat betreft wel aardig pietje precies. Er mag geen millimeter van afwijken eigenlijk.
Nou, ik zie dat we een hele grote groep weer zijn. Gezellig. Of niet alle mallen van Studio Light even dik zijn. Zou kunnen dat ze inderdaad niet allemaal even dik zijn. Maar in principe moeten ze wel door elke stansmachine heen kunnen. Het kan alleen even zijn dat je misschien bijvoorbeeld de ene keer net een papiertje erbij moet doen. Maar ik heb zelf de Gemini en ik heb er geen problemen mee. Maar misschien dat iemand anders er wel problemen heeft, dat durf ik zo niet te zeggen. Hoe werkt de frontage crust glas glitter? Die heb ik niet, Sonja, dus dat durf ik zo eigenlijk niet te zeggen. Dat zou ik dan ook eerst via Google even op moeten zoeken. Ik denk als dat glasglitter is, dat min of meer met een soort lijn dat je erbij nodig bent. Deze potjes zijn €5,99. Ook hierbij even weer met de peper. Of ja, eerst met de peperdistressen en dan met de blending tool erlangs. Je kan dit trouwens ook op je blending mat doen. Of op je craft sheet, zeg maar. Maar ik doe het eigenlijk altijd gewoon zo uit de losse hand. Die hoort daar weer op. Ik probeer ondertussen een beetje jullie vragen mee te lezen, hoor. Maar als jullie soms lange zinnen typen, zoals bijvoorbeeld Jeanne van der Boer, dat gaat voor mij te snel gaande zinnen weg. Dus dat kan ik niet lezen. Dan ben ik iets te lang bezig met lezen, zeg maar. En dan verschiet het hier alweer. Even kijken. Die mal, deze met die radertjes. Volgens mij €9,95. Maar ik durf er niet 100% zeker te zeggen. Met gewone zwarte inkt. Ja, dat kan ook wel, hoor. Maar ik vind zelf, vind ik distress inkt makkelijker uitvloeien langs de randen. En dan krijg je niet van die harde aanzetten. Even kijken, de vorige kaart had ik de radertjes aan die kant. Dus ik ga hem nu eigenwijs aan deze kant doen. Even kijken, dan had ik een beetje een opbouw gedaan. Ja, ik heb deze gele had ik even opnieuw uitgestanst. Want vanmiddag ging het even niet helemaal goed. En heb ik hier net een klein puntje eraf. Vandaar dat ik even een nieuwe had gepakt. Ik ga de opbouw zo goed als hetzelfde doen. Tenminste, dat denk ik. Maar vaak als ik bezig ben, dan ondertussen dan bedenk ik weer wat anders. Heb ik ook heel vaak, dan heb ik een kaartje, heb ik al helemaal klaar liggen. Ik heb er een foto van gemaakt van, nou, ik ga het er nu afhalen en ik ga alles vastplakken. En uiteindelijk dan lijkt hij gewoon totaal niet meer op de foto. Dan heb ik alles gewoon echt compleet aan de andere kant vastgeplakt. Ik weet niet of dat voor jullie ook herkenbaar is. Of gebeurt dat bij jullie nooit? En ik had er nu ook nog weer wat extra spulletjes bij gepakt voor de decoratie. En die moeten natuurlijk ook nog kwijt. Marisa, helaas kun je bij de peperdistressen er niks aan doen als die mesjes bot zijn. Dan is de enigste optie een nieuwe kopen, denk ik. Want je kan dit kan je niet meer slijpen. Maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds met mijn eerste peperdistressen bezig. En hij werkt nog steeds. Ah, gelukkig dat bij jullie dus ook voorkwam dat de kaart gewoon totaal anders was. Kijk, ik heb er nog een stukje ribbelkarton weer bij gedaan. Ja, ribbelkarton vind ik gewoon super leuk en dat geeft gewoon een hele stoere uitstraling voor mannenkaarten. Dan ga ik ook over de bovenkant iets meer nog met mijn peperdistressen. Dat iets zwarter wordt, zeg maar.
Oh, maar dat maakt toch ook niks uit, Yvonne. Namaken mag ook. Het gaat er alleen maar om dat jij gewoon plezier hebt in je hobby. En of je het nou zelf maakt of namaakt of zelf bedenkt of namaakt, dat maakt helemaal niks uit. Niet iedereen kan gewoon zelf dingen uitdenken en dat maakt ook helemaal niks uit. Ik ga nu eerst even alles een beetje voorbewerken, zodat ik nog even weer de rangschikking kan doen. Of dat irritant is, dat kwastje eraan. Nee, ik heb er helemaal geen last van. En ik vind het juist makkelijk, want zo kan ik hem elke keer weer vinden. Ik was hem elke keer kwijt tijdens het werk. Dat vond ik gewoon niet handig. Ik denk, daar moet ik iets anders op verzinnen. Ik ga trouwens ook alle gedeeltes, al die labels, zeg maar, die had ik alvast uitgedrukt uit die stansvellen. Die bewerk ik ook altijd met mijn peperdistress. Want je blijft altijd die puntjes zien waar je het losdrukt. En dat vind ik gewoon jammer. Dat is net die finishing touch, zeg maar. Ik had deze mal nog. Die had ik net uitgestanst. Even kijken. Dat is deze. En daar heb je dus dat zijkantje nog aan zitten. Hij komt zo uit de machine als je hem uitstanst. Maar dat is natuurlijk niet leuk om dat hier zo achter te doen. Dus ik scheur dit gewoon een beetje af. Gewoon willekeurig, niet te veel over nadenken. Vind je het nou leuk, dan kan je dit eventueel ook nog bewerken met de frontage. Maar ik ga dat nu niet doen, want dan krijg ik wel heel veel frontage op mijn kaart. Dan gaat dat echt de overhand nemen. Dat is niet de bedoeling. Ik heb het nu nog los liggen, dus ik kijk even waar ik hem achter wil. Ik vind hem zo wel leuk erachter. Dan had ik nog een hartje. Hier ga ik even ietsjes nog die puntjes bij knippen. Dit soort dingen zijn ietsjes lastiger met de peperdistresser. Ik wil wel zeker weten dat al die puntjes eraf zijn. Die had ik hier onderaan bedacht. Even kijken, ik had nog wat craftlabeltjes. Dat zijn de nieuwe craftlabels van Joycrafts. En dit is nummer 8089-02-62. En dat zijn labeltjes van het formaat van 30x50 mm. Dus dat zijn echt leuke kleine labeltjes. Ook die ga ik weer bewerken met de peperdistresser. Ja, ik hoorde dat jullie graag wel een keer de opbouw van een kaart wilden zien, dus daar gaan we vanavond maar gewoon mee bezig. Ik had verder ook niet heel veel tijd om dingen voor te bereiden. Dus voor mij kwam het ook wel handig uit zo. Ik denk dat deze toch erboven overheen gaat doen. Dan hadden we nog die leuke lamp. Die had ik al bewerkt met de frontage. Maar ik zal er zo nog even eentje laten zien hoe ik die ga bewerken. Nee, deze kaarten kunnen niet met één postzegel verzonden worden. Maar voor mij maakt het ook niet uit. Het gaat mij er meer om dat de ontvanger gewoon blij is van de kaart. En dan maakt het mij niet uit of het nou één of twee postzegels kost. Het gaat mij meer om het, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik moet er plezier aan hebben en de ontvanger moet er plezier aan hebben. Deze gaan we hier zo meteen achter steken. Dan heb ik nog een pijl die ik erop wil gaan verwerken. En dan denk ik dat we straks al het meeste gehad hebben. Ik heb ook nog een klein stukje van een filmstrip. Die filmstrip die vind ik ook super leuk om te verwerken voor bij mannenkaarten. Dat geeft gewoon net een
ja, stoere uitstraling. Kan je net even ergens achter steken ter decoratie nog. Ja, je kan natuurlijk bij mannenkaarten niet te veel lintjes en strikjes doen. Dat filmstrip ribbon zit gewoon zo op een lange strook en daar kan je gewoon kleine stukjes van afknippen. Ondertussen even weer een slokje drinken gepakt. En dan denk ik dat ik aan mijn labeltjes nog een zwart lintje ga doen. Ik vind ze zo wel een beetje kaal. Het lintje druk ik gewoon door het gaatje heen, dubbel. En ik haal hem er doorheen. Even kijken of ik het lintje groot genoeg heb gepakt. Ik denk het haast niet. Nee. Even kijken of het in beeld ook een beetje te zien is. Die pijl die heeft de kleur taupe. Kijk, trekt hij gewoon zo door het labeltje heen. Dan heb je twee flapjes eraan. Deze ga ik even afknippen. Nee, ik heb geen touw in de buurt nu. Ik wou deze keer wou ik een zwart lintje erbij doen. Ik denk dat dat wel. Ja, ik vind dat zwart wel leuk erbij. Dat past wel. Dus deze er gewoon doorheen trekken. Even zorgen. Dit is een lintje, zeg maar, wat twee kleurtjes heeft. Dus ik moet wel even zorgen dat ik hem een beetje netjes er doorheen krijg. Eens even afknippen. En dan gaan we zo alles vastplakken. Even kijken. Ja, dat filmstrip is van Tim Holtz. Deze gaan we zo doen. Die komt daar overheen. Had ik nog bedacht dat ik ook wat met wondgaas wilde doen. En dat wondgaas, dat is normaal gesproken wit. Maar daar heb ik dus een beetje zwarte gesso overheen gedaan. Dus je kan hem ook gewoon zelf nog op kleur brengen. En daar ga ik een heel klein stukje maar van gebruiken. Dus daar knip ik gewoon een klein strookje vanaf. Misschien dat ik straks als er onder zit dat ik wel denk van het is toch niet mooi. Maar dat zien we zo. We gaan dit even weer allemaal wegpakken. Want we moeten nu de opbouw gaan doen. Alles vastplakken. Beginnen met de onderste. Had je Mika achter de filmstrip gedaan? Nee, dat is al gewoon kant-en-klaar die filmstrip. Die heb ik net al laten zien in de video. Als jullie dingen hebben gemist. Straks na afloop staat de film gewoon nog weer in onze Facebookgroep. Dus kun je alles nog weer terugkijken. Nou ga ik eerst deze vastplakken. Hier doe ik gewoon even een paar druppeltjes lijm op. Deze hoeft niet helemaal vast te zitten. Maar een paar plekjes heeft waar die geraakt wordt, dan is het al goed. Wat ik vaak doe is eerst de onderkaart, de indeling helemaal bepalen. En dat plak ik ook vast. En daarna ga ik onder mijn plaatje ga ik 3D foam doen. Dat zal ik straks even uitleggen. Ik heb het ook al wel een keer
eerdere video uitgelegd waarom ik dat doe. Dat zal ik zo meteen weer even laten zien. Dan kan ik het makkelijkste uitleggen aan de hand van, van het doen, zeg maar. Ik had deze net al op de goede plek, dus ik pak dit nu gewoon weer zo vast. En dan doe ik hieronder een beetje lijm. En plak ik dit alvast even vast. Dan weet ik zeker dat ik het straks weer op exact de goede plek vast heb zitten. Die lijst met benodigdheden die komt nog. Ik heb daar nog geen tijd voor gehad. Ik weet ook niet of dat vanavond nog komt. Anders wordt het morgen, ja, in de loop van de dag. Want morgen moet ik eerst een flinke tijd naar het ziekenhuis. Dus ik ben bang dat het pas morgenavond anders wordt. Dus ik ga mijn best doen om het zo snel mogelijk te doen. Even kijken, deze ga ik hier op plakken. Die plak ik dus niet helemaal recht hierop. Dan laat ik hier aan de zijkant een klein stukje oversteken. En aan deze kant laat ik wat over. Dit duw ik even aan. En hieronder ga ik dan wat dubbelzijdig foam doen. Even erbij pakken. Ik knip dat foam vaak even doormidden. Er hoeft niet zo'n hele brede strook overheen. Ik zal even mijn distressing dicht doen. Die hebben we voorlopig niet meer nodig. En ik plak daar vaak even een vierkantje van foam achter. Ik heb inderdaad de Dutch Doobadoo lijm heb ik in dit kleine lijmflesje gedaan. Ik plak alles met mijn Dutch Doobadoo lijm. Ik plak dit soort dingen altijd wat hoger op. En ik doe dat met de foamtape, zodat ik er eventueel nog weer wat labels of andere dingen achter kan stoppen. Want dit kan je namelijk heel makkelijk weer omhoog wippen en weer een andere indeling gaan bedenken. Ik ga even kijken. Ja, ik denk dat ik deze toch wel leuk vind hierachter. Kijk, nu kan ik deze dus weer ietsjes omhoog wippen. En dit er nog bij onder doen. Dan moet ik hier natuurlijk wel even nog een beetje lijm onder doen, omdat ik nu dat wondgaas erachter heb. Dus ik heb dat wondgaas heb ik eerst even in de zwarte gesso gezet. En dat geeft wel, ja, net even weer wat afwerking. En nu doe ik dus precies over dat randje van de foam, doe ik dus wat lijm, zodat het wel gewoon goed op mijn kaart vastgeplakt zit. Je papier gaat bobbelen met de lijm. Welke lijm gebruik je dan? Met de Dutch Doobadoo lijm heb ik nog, ja, eigenlijk nog nooit gehad dat mijn kaart gaat bobbelen. Deze plak ik hier alleen maar aan dit gedeelte vast, omdat hij hier eigenlijk over mag steken. En dan doe ik daar een klein stukje foam achter. Dit plak ik ook alleen maar aan het voorste puntje een beetje vast. Ik plak nooit alles helemaal egaal vlak vast. En dan wou ik hier deze nog achter steken als het lukt. Even kijken. Die recht of schuin gaan doen.
denk dat we die er zo achter gaan doen. Kijk, omdat ik hier natuurlijk alleen aan deze kant me heb vastgeplakt en aan deze kant dat foam heb gedaan, kan ik nu nog wat onder mijn labeltje blijven steken. En die plak ik ook alleen maar met een klein puntje lijm even vast onder mijn labeltje. Dan gaat er geen kant meer op. En het ligt toch niet allemaal vlak en plat op je kaart. Dan heb ik nog dat leuke filmstrip. Dat ga ik hier bovenaan de achter steken. Ook hierbij kun je gewoon de Dutch Doobaroo lijm gebruiken. Klein beetje lijm erop. En omdat ik hier ook dat foam heb, kan ik dit weer iets makkelijker loshalen. En deze erachter steken. En zo krijg je al best een leuke opbouw van de kaart. Maar we zijn er nog niet helemaal. We gaan nog even verder. Ik heb nog die leuke pijl. En die had ik voorzien van Frantage de taupe. Ik denk dat we deze hier ietsjes onder laten. Kijk, dat is dus het voordeel van het werken met dat foam. Ik kan nu dus nog dingen hier achter blijven schuiven. Had ik hem helemaal plat vastgeplakt, dan had ik nu dus niks meer erachter kunnen doen. Even kijken, die schroef die heeft de kleur zilver. Ik heb nu alle kleuren door elkaar heen op deze kaart, geloof ik. Die had ik allemaal al voorbereid. En ik heb volgens mij alle verschillende kleurtjes nu gepakt. Deze heeft ook zijn kleur zilver. Vind ik wel leuk om die lamp ook nog te gaan verwerken. Die ga ik hier precies op het randje vastplakken. En ik denk dat ik die bovenaan even met een klein nietje vast ga zetten. Deze moet wel eventjes onderaan nog een klein drupje lijm hebben. Even kijken of ik mijn nietang zo kan vinden. Ik heb namelijk van Tim Holtz een hele leuke nietang met hele kleine nietjes. En dan ga ik deze even mee vastmaken op de kaart. Die nietang die geeft een heel leuk stoer effect op mannenkaarten. Kijk, zie je nou, heb je hem hier bovenaan heb je hem vastgeniet. Even kijken of dat ook in beeld te krijgen is. Kijk, zie je hier bovenaan. Dan vind ik het ook wel leuk om hem hier ook nog even vast te nieten. Dus dat kan je gewoon door de kaart heen doen. Dit zijn echt hele leuke, subtiele, kleine nietjes. Ik ga die pijl nog een stukje die kant op schuiven, anders komt hij net in de verdrukking met die lamp. Dat vind ik jammer. En deze pijl die ga ik ook weer met een klein stukje foamtape opplakken. Even kijken, de rode koper heb ik nog niet. Nee, die heb ik inderdaad niet gebruikt, die rode. En de marine heb ik ook nog niet gebruikt. Tenminste, niet op deze kaart dan. Maar ik ben bang dat het dan ook wel een beetje te bont wordt. Even kijken, hier zal ik hem even met een drupje lijm vast moeten plakken. Daar kan geen foamtape achter. Even vasthouden totdat hij een beetje is opgedroogd. Dat op de ribbelkarton pakt de lijm natuurlijk net iets lastiger.
Even kijken, wat zullen we er verder nog ter decoratie op doen? Hebben jullie nog tips, nog ideetjes? Ik ben wel heel benieuwd. Want ik miste nog wel net iets op. Maar ja, wat? Ik heb natuurlijk nog wel wat van die losse schroeven. Daar net naast het nietje. Ik heb nog hele leuke spiraaltjes. Die zijn ook wel leuk voor de bij de mannenkaarten. Die kan misschien hier nog net overheen. Dat is een soort paperclipje. Even kijken of dat lukt. Die wil ik net over het plaatje heen hebben. Dat is op zich ook wel leuk. Ja, het hartje heb ik ook nog liggen, maar ik zit te denken waar ik die dan zal doen. Die vind ik toch weer niet echt helemaal je van het erbij passen. Ik denk dat ik alleen die schroefjes er nog even op doe. Even spieken. Of ik nog iets anders heb. Ik heb natuurlijk ook nog die andere. Ja, dan krijgen we wel weer heel veel pijlen. Dat wordt hem ook niet. Kijk, en zo kun je toch nog echt aan het prutsen komen bij het laatste stukje. Dan denk je van, ik heb hem bijna af. En dan loop je net op het laatste nog weer vast. Dat wordt te druk. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat we maar gewoon op deze manier gaan laten. Ik denk dat dat toch mooi genoeg moet zijn. Je kunt er ook te veel op willen doen. En dat is ook niet de bedoeling. Gewoon vastplakken, niet zeuren. Deze er nog bij op. En die. Dan op deze gears ga ik nog even een plakparel doen. Ze zijn helaas jammer genoeg niet meer leverbaar. Maar dat waren nog wat ja, plakparels die had ik nog liggen van Marianne Design. Het zijn echt hele mooie stoere parels. Maar helaas, ik kan er niet meer aankomen. En die vind ik wel leuk om hier nog even precies in het midden als finishing touch te doen. Ik heb ze ook bijna op, dus binnenkort zullen jullie ze ook niet meer op mijn creaties zien. Helaas. Nou. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. En ik vind hem op zich, ja. Ik ben er wel weer tevreden over. Ik weet niet of ik hem zo voor jullie goed in beeld kan krijgen. Ik zal er morgen nog wel even een goede foto van maken. En dan komt ook wel even een werkbeschrijving verder nog bij. Oké, dus hier heb je nog mooi dat gele nog een beetje terug. En dat zit dan ook hier in dat plaatje. Dus dat wil ik echt een beetje terug laten komen. Ik heb hier die groene frantage bij gedaan. Even kijken, Karin. Jammer dat hij. Oh, die parels bedoel je inderdaad. Ja, die zijn echt jammer dat die niet meer te koop zijn. Nou, dit is dus met die frantage de Hunter. Ik heb hierbij de frantage zilver gebruikt. Deze is met de taupe gedaan. Deze is ook weer met de Hunter. Deze is met de Hunter. Deze en die schroef, die moer, die zijn met de zilver uit mijn hoofd. Hierachter heb ik dan nog dat mooie gaas.
ja, wat wondgaas wat op kleur gebracht is met de zwarte gesso. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie het weer een leerzame uitzending vonden. Ik weet niet of jullie ook voldoende gezien hebben van de frantage of dat jullie liever daarover nog meer willen weten. Maar volgens mij was dat wel vrij duidelijk. Ik wacht nog even jullie reacties af. En anders gaan we zo afsluiten en dan zien we jullie de volgende keer weer. Aanstaande woensdag weet ik nog niet precies wie er is. Of Jeanette of Cindy, dat horen jullie nog eventjes. Nou, ik ben blij dat jullie weer wat inspiratie op hebben gedaan. Ik wil jullie allemaal nog een hele fijne avond wensen. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!